Welkom in mijn huisje. Dit is de voordeur. En dit is de eetkamer. Brood, Vitabix, rijstpops, havermout, chocoladeballen en fruit rings, eieren, heel belangrijk voor de pannenkoeken. Melk, koffie, thee, witte chocolademelk. Kaas. Nog een chocolade. Corduroy. Mama maakt limonade. Pinda's. Nou, dit is de eetkamertafel. Helemaal vol met vogeltjes. En dan gaan we naar de kelder toe. Het is het allemaal mineralen en fossielen. Toilettas, lege flessen. Dat is mijn camera. Water. Drinken. Dan slaapkamer. Een compleet zootje nu. Het was hier zo warm vannacht. Zweet me helemaal op het leplazen dus. Alles is doorweekt. En toen heb ik nog geprobeerd om op mijn dakterras te slapen. Maar dat was niet zo'n stevig dakterras. Dus er zit nu een soort van, ja, een beetje een deuk in mijn dak. Er zat er hier ook eentje, die heb ik eruit geslagen. Maar ja, dat is de slaapkamer. En, lekker luchtbedje zonder lucht. En dan gaan we naar de keuken toe. De keuken. Hier een keukenkastje. Pannetjes, borden enzovoort. Hier. Mijn gasfornuis. Een gascontainertje. Gasflesje. Noedels. Complete maaltijden. Beef en potato curry. Yum yum. Bonen. Kippensoep. Stokpop. Spaghetti. Spaghetti. Heinz spaghetti, extra cheese. Wow. No, man. Dit is mijn schuurtje. Van de reserveband. Ik zag een paar dagen geleden zag ik een Ford Falcon achtergelaten door, ik denk wat backpackers of zo. Had ik twee wielen vanaf kunnen halen. Had ik geen nieuwe reserveband hoeven te kopen. Ook in mijn schuurtje. Dit zijn wel 3 stuks. Wat een rijkdom. Water. Pleipapier. Ja. En dit is nog mijn hor. En dit is wat ik... dit is voor het andere raam. Ja, eigenlijk heb ik dat gewoon nodig. Op mijn hoofd. Een lekkere handdoek. Om in ieder geval wat van het zweet op te vangen. Dat ik niet in mijn stoel ga. Ja. Doei.